crew prepare for takeoff. Okay, Joe, we gaan hoog in de lucht. En denk er dan, een koffertje met twee suikertjes en een warm kommetje melk. Apart! Wel, ik denk dat we met de Sven de Ridder Compagnie een traditie hebben van elke keer een nieuw soort arena aan te bieden aan de mensen. Wel onze comedy, onze soort humor, maar met allemaal nieuwe personages in een nieuw kader. En ja, de zomerproducties, daar zijn we mee gestart. Dus het is een beetje die traditie die we nu verder zetten. En als de mensen niet weten wat doen, we staan 5 weken hier in Theater Elkerlik in Antwerpen. Als ze goed willen komen, lach ik goed, komen amuseren. En als ze het zouden missen hier in Antwerpen, we gaan er ook nog mee op tournee door heel Vlaanderen. En alle datums en alle plaatsen kunnen vinden op svenderiedercompagnie.be. Hoog in de lucht gaat over een heel klein familiebedrijfje, de Vlieger Airport en de Vlieger Airlines. Opgericht in de jaren 60 door Hervé de Vlieger. Die man is komen te overlijden en zijn dochter wordt een nieuwe CEO. Maar het rijkelijk afgeslankte personeel, want we zijn nog met een paar, die zien dat helemaal niet zitten, want die voelen dat er een overname aan de gang is door een Hollandse grote speler. En die gaan staken. We moeten het eens goed gaan zeggen aan de directiebaas, dat ze weten waar dat op staat. Ja, ja. In een botenwereld moet ook weten van onze straat. Dat hebben we een woordvoerder voor. Het is heel fijn om terug in de Elkerlik te staan. Dat is lang geleden. Fijne zaal. Het is nog spannend, want het is de eerste repetitie. Dus dat is even wennen op het podium, maar ik heb er nu al zin in. En voor wat heb jij gestemd? Ik? Voor de staking. Maar ja, je moet begrijpen, wij willen aan kindjes beginnen en dat is heel belangrijk. Je moet je niet verantwoorden. Ben ik nu ontslagen? En laat me raden wie er nog voor heeft gestemd. Om mijn stevens van de vakbond en die kakkerak van de beurs. Hoe snel kan jij in die focusmodus komen waar dat je dat meer uitgestreken gezicht kan op jouw gezicht toveren? Het moment dat je hier staat, dat je het kostuum aan hebt ook, dat je je hakken aandoet, eigenlijk is dat moment dat ik mijn focus wel al vind van oké, ik zit in die rol, we gaan dat even doen. En het moeilijkste is om niet in de lach te schieten, want dat zijn hier kastaars, hè. Jullie kennen die tekst, dat is die eerste fase. En nu is het inderdaad dat alles samenkomen. Hè? Ja, zo is dat. En dat is, dat is een beetje, gelijk dat inderdaad, gelijk gezegd, een chef die de mise en place. En nu moet dat allemaal ja, op elkaar worden ingespeeld. Hè. De keuken en de zaal moeten een beetje op elkaar worden ingespeeld. En er moet een ritme in komen, een tempo in komen. En de laatste factor natuurlijk, dat is de mensen die komen eten. Dat is ons publiek. Dat is ook nog een belangrijke factor, want die gaan mee bepalen hoe het ritme van de voorstelling uiteindelijk zal worden. Goed! De onafhankelijke luchtvaartmaatschappij, de Vlieger Airlines en de Vlieger Luchthaven... Beide opgericht in 1965 door de heer Weilen. Vrijdag is het zover? Ja, we zijn dinsdag. We doen tot een stuk in de nacht voort vandaag. En morgen ook heel een dag opnieuw, tot een stuk in de nacht. En donderdag is er nog een optie voor eventueel nog te repeteren. En dan hebben we s'avonds een avant-première donderdag. En dan kunnen we wel eens proeven van waar dat er wordt gelachen. Waar dat er niet wordt gelachen, waar dat we misschien nog hier en daar een knipje moeten geven. En dan vrijdag is het de première en dan zijn we vertrokken.